Ik wil het in ieder geval meer dan zat. Wat ik eigenlijk van plan was om is om midden in de spits mijn auto dwars op de weg te zetten. Als een soort statement, niet om het al het verkeer op te houden, maar om te laten merken dat ik het nou eindelijk wel een beetje bui ben dat ze elke keer mijn spiegel eraf rijden. Ik zou denken is een maatregel om in ieder geval te zorgen dat de snelheid uit deze weg gehaald wordt. Want nu is het zo dat er aan het begin en aan het einde van de weg er ligt een drempel. Daar wordt zachtjes gereden. Voor de rest is het één rechte lijn waar flink gas gegeven kan worden. Nou, dat gebeurt ook. De gemeente heeft niet zoveel mogelijkheden om er iets aan te doen of op korte termijn aan te doen. En wat zij hopen is dat door de aanleg van de nieuwe afslag vandaag, de vijfde, dat de verkeersintensiteit hier afneemt. Maar ik denk niet dat het probleem daarmee afneemt. Het gaat gewoon om die snelheid en om het feit dat mensen niet bereid zijn om voor iemand anders opzij te gaan.